Er is maar één argument, dat is die smaak. Als we dat voor elkaar krijgen, en dat krijgen we voor elkaar, dat is steeds beter, dan gaat iedereen om, daarvan ben ik overtuigd. In de vleesfabriek van de vegetarische slager is geen spatje bloed te vinden. En dat kan kloppen. Het Nederlandse bedrijf produceert tientallen soorten plantaardig vlees waar geen enkel dier voor geslacht is. Van bitterballen en frikandellen tot kip shawarma en gehaktballen. Het rolt hier allemaal van de band. Het bedrijf is op 4 oktober 2010, uiteraard op Dierendag, opgericht door Nico Kofferman en Jaap Korteweg. De onderneming begon in een winkel in Den Haag en het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. Sinds 2017 staat er een eigen fabriek in Breda. En het vlees bestaat voornamelijk uit groente, soja en een bloemsoort lupine. De omzet bedraagt zo'n 12 miljoen euro. Omdat in 1997 de varkenspest uitbrak, besloot Jaap Korteweg vegetariër te worden. Vanaf dat moment is hij zich gaan verdiepen in de wereld van plantaardig vlees. Ja, ten tijde van die varkenspest toen dacht ik van hoe is het mogelijk in deze tijd dat we varkens en kippen nodig hebben om van bonen en granen, want die voeren we aan die dieren, om daar lekker vlees van te maken. Het zou toch in deze tijd moeten kunnen dat we dat proces in dat dier, dat we dat kunnen nabootsen. Dat nabootsen werd gerealiseerd met behulp van techneuten, slagers en experts. Het resulteerde in vlees dat veel positieve reacties kreeg. Maar een aantal soorten vlees komt nog niet in de buurt van echt vlees. Zo duurde het lang voordat de vegetarische slager een rookworst wist te ontwikkelen die volgens hen goed genoeg was om te verkopen. We zijn 7 jaar bezig geweest met die ontwikkeling vanaf het begin. Ik heb echt honderden rookworsten geproefd die ik afgekeurd heb. Dus iedere keer is dat natuurlijk een tegenvaller, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dat hoort erbij. En nu gelukkig met die eigen fabriek zijn we in staat om wel een goede worst te produceren. Het bedrijf was zo trots op het eigen vegavlees dat de onderneming zelfs in vleeswedstrijden heeft gestreden tegen slagers. En met succes. We hadden in 2012 de smaak van Nederland gewonnen met vegetarische palingsalade. En toen werden we uitgedaagd door Felix Wilbink van de Telegraaf om mee te doen met de Gouden Bal. De beste gehaktbal van Nederland. En in concurrentie met 42 echte vleesgehaktballen kregen we een derde prijs. Nou ja, dat was natuurlijk fantastisch. Dat consumenten niet massaal de overstap maken naar plantaardig vlees ligt vooral aan de smaakverschillen tussen echt en nep vlees. Het is de vraag of de vegetarische slager de smaak van echt vlees kan evenaren. Er is maar één argument, dat is die smaak. Als we dat voor elkaar krijgen, en dat krijgen we voor elkaar, dat is steeds beter, dan gaat iedereen om, daarvan ben ik overtuigd. Want ik bedoel, plantaardig vlees, het is duurzamer, het is gezonder, het is natuurlijk beter voor dieren. Dus alle argumenten zijn er. Alleen die smaak, die moet natuurlijk vergelijkbaar of beter zijn. En dat gaat gewoon gebeuren. Ook vanwege de hoge prijs van plantaardig vlees laten consumenten het echte vlees niet links liggen. Om de prijs te laten zakken zal eerst het marktaandeel van het vegavlees moeten groeien. Inderdaad, onze producten zijn nu nog duurder dan het goedkope vlees. De hoge prijs heeft nu vooral te maken met de kleinschaligheid en ontwikkelingskosten. Ik denk als we 20% van de vleesmarkt hebben, hebben we nog steeds een schaalnadeel. Dan zijn we concurrerend met goedkoop vlees. En daarna gaat het snel, want dan worden we goedkoper dan goedkoop vlees. Dan wordt het plantaardige vlees goedkoper en het wordt ook nog steeds beter. Dus ik denk dat we in 10 jaar tijd toe kunnen groeien naar 20% marktaandeel. En daarna in nog eens 15 jaar dat we naar 80% marktaandeel kunnen. Met andere woorden dat we het vlees van dieren voor een belangrijk deel vervangen hebben. Omdat het goedkoper is, omdat het lekkerder is, omdat het duurzamer is, gezonder, noem allemaal maar op. Als het marktaandeel groeit naar 80%, dan zal de hele vleesindustrie totaal veranderd zijn. Volgens hoogleraar ondernemerschap Justin Jansen is die ambitie wellicht nog iets te hoog gegrepen. Ja, dat lijkt me echt heel ambitieus. Hè? Zeker als je in zoveel jaar naar 80% we gaan, hè, dan moet je toch wel even terugkijken. Ja, wat betekent dat voor onze organisatie? De vleesmarkt is natuurlijk nog zo groot. Als je daar 80% van wil hebben, moet je enorm gaan groeien als bedrijf zijn. Dus ik verwacht niet dat dat zo zal zijn. Maar ik denk zeker dat ze nog behoorlijk kunnen groeien inderdaad. Door veel factoren zal het nepvlees voorlopig nog niet in grote hoeveelheden over de toonbank gaan. Het is wachten op een kentering die de markt zal veranderen. Zoals de afgelopen jaren ook in de auto-industrie is gebeurd. Vergelijk het maar met de elektrische auto, hè? Hoe we daar nu naar kijken en 5 jaar geleden. Ik vind in die zin Tesla ook een voorbeeldig bedrijf in de zin dat zij echt die markt hebben veranderd met een elektrische auto die misschien wel niet de meest zuinige is, maar door zo'n auto te maken die gewoon bloedsnel is en er goed uitziet, verander je wel de wereld. Ik denk dat we dan met het vlees in dezelfde situatie zitten. Alle grote vleesbedrijven zijn bezig met plantaardig vlees, alleen
voor het grote publiek is dat nog niet helemaal bekend. Maar over 5 jaar zal dat zeker bekend zijn, dat de toekomst van vlees plantaardig is. Tesla een beetje voor de auto-industrie is, wil de vegetarische slager voor de hele vleesindustrie zijn. Ja, inderdaad, dat hopen we. Ja.